Goedenavond iedereen. Ik heropen de vergadering. We gaan naar de tweede termijn. En ik nodig de fractievoorzitters uit om te reageren. Uiteraard zowel op de reacties in de vorige termijn door het college. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij in tweede termijn ook nog wel wat te zeggen heeft over de inbreng van uw collega's. En we werken weer keurig volgens de bepaalde volgorde. En ik zou graag de heer Raamaker van gemeentebelangen willen uitnodigen om te openen. En ik lees hier even voor. Interrupties, dames en heren, via de voorzitter zijn toegestaan. Dus voel u uitgenodigd. En die gaan uiteraard niet ten koste van de spreektijd. Meneer Raamaker, ik geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, een reactie op de voorjaarsnota. Het mag vanavond wel zomernota heten, want het is er wel lekker warm bij. Dank voor de beantwoording op onze vragen. En op een paar vragen willen we nog een verhelder en een concreet antwoord. D66 gaf aan dat we als coalitiepartij wel eens kritisch mogen zijn op het college. Nou, volgens mij, meneer Rooijakkers, bent u maandag op uw wenken bediend. Met name door onze centrale vraag, het punt van de voorjaarsnota over de communicatie. Ons punt van kritiek was de communicatie in dit huis, dat het beter kan, maar ook moet. En vooral bij gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bij de huisvesting van de statushouders. We hebben op de informatieavonden gemerkt dat dit veel ruis oplevert. En het stellig antwoord van de wethouder was afgelopen maandag dat de communicatie intern minder goed was, maar extern was goed verlopen ten aanzien van de berichtgevende communicatie van de statushouders. En wij maar met namen en rugnummers moesten komen en andere geluiden die we als volksvertegenwoordiger hadden gehoord en opgepakt van onze inwoners. Nou, wethouder, ik heb u en ook de burgemeester gisteravond in de trefgoede namen genoemd. Ook hebben we de inwoners zelf aangegeven dat ze de brief te laat hadden gekregen. Dus ik ga ze hier niet allemaal al die rugnummers noemen. Gisteravond op de informatieavond heeft de wethouder gezegd dat er steken zijn gevallen in het eerste traject en heeft daarvoor zijn oprechte excuses aangeboden. En dat het in het vorige traject beter en nauwkeuriger had moeten worden georganiseerd. En ook de excuusbrief hebben we van u als college van BMW aan de raad in goede orde ontvangen. Daarvoor dank. Ik wil nogmaals benadrukken dat het niets afdoet aan de taakstelling en de opdracht die we moeten vervullen van de statushouders. Deze taakstelling is voor ons heel helder. Daar is geen twijfel over mogelijk. Laat dat echt duidelijk zijn. Het gaat dus zuiver over het proces en de communicatie. Voorzitter, we willen het niet groter maken dan het is, maar vragen u of u hiervan geleerd heeft en dat het in de toekomst toch beter kan. Vooral bij dit soort gevoelige zaken is het van belang om de inwoners erbij te betrekken. Voorzitter, we zien met belangstelling uit naar de nieuwe communicatienota eind van dit jaar, begin volgend jaar. En we hopen veel input te kunnen leveren, zodat we met z'n allen de communicatie kunnen verbeteren. Onze vraag over de orde en veiligheid is niet beantwoord ten aanzien van het drugsgebruik en de politiebezetting. Misschien kunt u daar nog iets straks van zeggen. Op de vraag of de uitspraak van de bestuursrechter met betrekking de huishoudelijke hulp gevolgen heeft voor de gemeente Dalfsen, willen we ook nog graag even een antwoord van u. We zijn blij dat de gesprekken met de cultuurhuis in het najaar aan de orde komen ten aanzien van verantwoording over een toegekende opdracht, de doelstelling en de bedrijfsvoering, zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur. De bijennota van de PvdA is akkoord wat ons betreft, maar ik begreep dat de gemeente Dalfsen hier ook al jaren mee bezig is. En misschien kan de wethouder hier nog een toelichting op geven. En als het anders is, dan hoor ik het ook graag. Dan de winkels waterfront. We hebben al in een eerder stadium gehoord dat hier terughoudend mee wordt omgegaan aan de boulevard. Maar tegenover de Albert Heijn zou misschien een goede trekker welkom zijn. Maar kijk goed uit voor het weghalen in andere delen van het dorp en de aard en de inhoud van deze trekker. Onderhoud wegen 150.000 incidenteel. Maar we zijn blij met het antwoord van de wethouder dat deze structureel met de IBOR geregeld wordt. Wat ons betreft prima zaak. Wat betreft de BBV... Voorzitter. Ik heb dat niet gehoord dat dat structureel zou zijn, die 150.000. Die 150 was incidenteel, maar structureel wordt die dus meegenomen, tenminste zo wijd begrepen met de IBOR.
En dat wil daar straks de wethouder even op reageren, want dit is verwarrend. Ja, lijkt me goed. Dan wat betreft de BBV, besluit, begroting en verantwoording. Nou, we kunnen instemmen met de ingezette weg via de ambtelijke werkgroep en de planning- en controlecommissie. Wel benadrukken we dat het nog eens extra gekeken moet worden hoe we de overgang zo kunnen uitvoeren dat het minst overlast geeft. Dan, nu het bedrijventrein in Leeuwendenveld bijna vol is, gaat u de locatie Stappenweld ontwikkelen. Deze is kleinschalig en gezien de belangstelling van de Leeuwendenveldse ondernemers erg beperkt. We kennen het provinciaal beleid, maar u gaat toch nog extra druk op de provincie leggen om ruimte te creëren daar. En tenslotte missen we een antwoord op de doorkijk naar de Schat van Dalsen. Voorzitter, we krijgen nog antwoord op onze vragen, maar ik denk dat ik hem afsluit met de voorjaarsnota, de perspectiefnota, ziet er goed uit. We zijn blij dat de lasten voor de burger nog steeds laag kunnen houden. En hopelijk blijven we de goedkoopste, de groenste en de veiligste gemeente van Overijssel. En natuurlijk voegen we daar nu ook gasvrij aan toe. De statushouders zijn van harte welkom, maar we gaan ervan uit dat het zo goed mogelijk geregeld voor onze eigen inwoners. We houden u aan de afspraak dat de buurtbewoners vanaf nu meegenomen worden in het traject. En ik wens het college daarbij, onze organisatie, maar ook als raad, onszelf dus, heel veel wijsheid en succes. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Uitslag, CDA, mag ik u uitnodigen? Dat mag, voorzitter. Dank u wel. Ja, de eerste ronde. Veel verschillende inbrengen, maar ook met veel overlap. Maar ook een heleboel de zaken die er verschillen zijn, waar we ook zelfs mening verschillen. Dank aan het college voor de beantwoording. We hebben even moeten wachten, maar we mogen vanavond eindelijk daarop reageren. Dat ga ik doen in de aanleiding van de eigen inbreng, maar ook naar de aanleiding van de inbreng van anderen. Communicatie was toch wel een onderdeel van de vorige avond. Dat ging met name over de nieuwe Dalfsenaren. We hebben het eens nader onderzocht, naar aanleiding van de commotie. En we komen tot de conclusie dat er in ieder geval geen enkele reden is om te twijfelen aan de goede intenties en afspraken door het college. Dat externe wat steken zijn laten vallen door het te laten bezorgen, kunnen we het college niet aanrekenen. Misschien wel een tip of een lippen naar de volgende keer toe om het dan maar zelf te gaan doen. Maar geen twijfels dus. Sterker nog, complimenten aan het college voor de duidelijke communicatie en de openhouding tijdens de voorlichtingsavonden die we tot nu toe hebben meegemaakt. Er komt er nog eentje, maar ik heb alle vertrouwen dat het er vergelijkbaar uit gaat zien. Dus kortom, extern heel goed. Intern misschien een beetje minder als raad, maar goed, dat zij u vergeven. Voorzitter, we hebben afgelopen maandag stevig gesproken over asbest. Groot probleem voor onze gemeente, ik weet alleen nog niet hoe groot. Er wordt geïnventariseerd, gaf het college aan. We hebben nog een vraag of dat ook de inventarisatie de burgerwoningen betreft. En we zullen graag een toelichting van het college over de pilot die genoemd is. De pilot van de provincie waar we als Dalsen blijkbaar aan meedoen. En we zullen ook heel graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Want we zien op dit dossier enorme kansen voor wat betreft het opruimen van ons buitengebied. Het verfraaien van ons buitengebied. Maar ook in combinatie met verduurzaming. Dus misschien moeten we daar op een ander moment in de commissie maar eens wat uitgebreider over stilstaan, voorzitter. Stimuleringsbeleid, detailhandel. Heer Ruimmaker sprak even over het winkelbestand hier straks in het waterfront. Maar ook de stimuleringsbeleid van de detailhandel. We hadden iets meer creativiteit verwacht. Er wordt veel gesproken met de ondernemersvereniging was het antwoord. Maar ja, dat is wel erg passief. Dat antwoord kwam ook. Ja, de eigenaar van de panden die hebben de vraag zulke hoge huren. Nou, we hebben ook echt andere voorbeelden. Zelfs gezegd wordt, als jij niks verdient, hoef ik niks te verdienen. Dus dan kunnen ze er gratis in. Dus het is niet alleen de huur. En misschien, voorzitter, kunnen we om toch de creativiteit een beetje te prikkelen, de eigenaren ook op een andere manier faciliteren en uitdagen om mee te doen in onze leefbaarheid. En dan van economie zomaar als overstap naar de zorg, jeugdzorg dan te benoemen. Voorzitter, ik heb afgelopen maandag duidelijk proberen te maken dat we als CDA-fractie staan voor een zachte landing, ook voor de jeugdzorg.
We hebben daar een paar suggesties bij gedaan. De vraag van onze fractie is eigenlijk simpel. Kan het college nu garanderen dat de jeugdzorg zachtjes landt? Op dit moment horen we andere signalen. Dat doet ons pijn. Want, zoals maandag gezegd, niet de regels, maar het kind staat centraal wat ons betreft. Ik zou het dus fijn vinden om ook van de wethouder te horen of hij daar ook zo over denkt. Consultatiebureau. We hebben ze een onderbouwing gevraagd en gekregen van waar die extra kosten uit bestaan. En we hebben de wenkbrauw toch wel gefronst over de mate, de hoeveelheid huurlasten die daarvan zijn. We dachten eerst van nou, het is vast en zeker personeelslasten, want er komen heel veel mensen die daar rondlopen. Integendeel, verreweg het grootste deel is huurlasten. En wil het college vragen of te onderzoeken of die bedragen wel marktconform zijn die gevraagd worden, of daar niet ook wat in te besparen valt. Want het zou zo kunnen zijn dat we op een veel goedkopere manier de consultatiebureaus open kunnen houden. En dan een stukje over armoede. Donderdag spraken we over de beheerders van ons buitengebied, producent van ons voedsel. Waar op dit moment veel verlies geleden wordt op de bedrijven, maar in de gezinnen armoede geleden wordt. Niet overal, maar op een heleboel plekken wel. En mijn pleidooi afgelopen maandag, het pleidooi van de CDA-fractie, ging nou juist niet om die bedrijven te ondersteunen. Integendeel, daar is een andere tak van sport. Maar juist om de gezinnen in hun inkomen. Dat ook daar ze voldoende eten kunnen hebben, maar met name de kinderen die dat betreft, ook niet in armoede hoeven op te groeien. We zijn het hier volgens mij raadsbreed over eens dat als je in armoede de armoedespiraal kunt doorbreken door juist de kinderen dat te besparen. En als dat niet mag, voorzitter, volgens de rechterregels van de wet kan het college dan geen creatieve oplossing verzinnen. En anders gezegd, zou het college het niet kunnen verzinnen, stel dat wij komen met een creatieve oplossing, zou het college dat dan kunnen omarmen. Wat betreft de andere armoedevoorstellen, armoedebestrijdingsvoorstellen, we zien ze graag tegemoet. De bezuiniging op de kleine organisaties. We hebben gezegd, van, ja, we gaan het niet terugdraaien, want ook gemeentepersoneel is gekrompen. Dat is wat korter de bocht, wat ons betreft. Aan de andere kant, het zomaar terugdraaien, ruziegeloos, is ook net iets te simpel. Sterker nog, de tabel die gepresenteerd was, was ook echt een verouderde tabel. Maar het lijkt ons goed om daar eens opnieuw naar te kijken. We beginnen ook langzamerhand hele rare bedragen te ontstaan, omdat elke keer een percentage minder geworden is. Op 1 euro nog zoveel en 1 euro. We zouden er aan hechten om eens te ontdekken of er signalen zijn dat er grote tekorten zijn. En dus komen er nu partijen in de problemen. En als gevolg daarvan laten we met elkaar eens gaan praten over herijking van het beleid. Maar het simpelweg terugdraaien van een bezuiniging, want daar hebben ze ooit een keer recht op gehad, dat is wat ons betreft echt een kortere bocht. Even over de bijenmotie, om het toch zomaar even te noemen. Het college gaf aan dat er dat al gebeurt. En noemde er daar een aantal voorbeelden bij. Het onderdeel educatie en voorlichting, wat ook in de motie nadrukkelijk genoemd is, is daar niet bij genoemd. We zullen graag van het college nog horen of daar ook al invulling aan gedaan wordt. En zo niet, dan heeft die motie wellicht toch nog zin. De 1 miljoen die we beschikbaar zouden stellen voor de aankoop van grond, dat gaan we achteraf verantwoorden aan de raad, was het antwoord van het college vorige week, of afgelopen maandag. Dus wat ons betreft, net even achter, daar komen we achteraan hobbelen. Dan kun je, het geld is dan weg. Je kunt hoogstens zeggen dat je het niet mee eens bent. Dan staan we lege handen. Dus wat ons betreft, minimaal onder voorbehoud van goedkeuring van de raad. Zodat we als raad alsnog daar een zegje over hebben. En volgens goed gebruik betrek het presidium erbij als ze de onderhandelingen willen verstoren. Maar zodat we als raad niet volledig verrast worden met grote uitgaven. En als laatste punt, voorzitter, het openbaar vervoer. De liftpaal. We zijn ervan overtuigd dat het een aanvulling is op het arsenaal en niet in plaats van. Want we hebben aangegeven, en de motie werd terecht aangehaald door de Wereldbank afgelopen maandag, en dus dat bereikbaarheid belangrijk is. In de spits, via spitsbus wellicht, de grote bus, maar juist mensen worden ook terug.
En die doen dat vaak wat verspreider over de dag, zeker de schooljeugd. Dus daar moet hem ook wat over rijden. De stellingname van de PvdA was daarmee, denk ik, richting het college wel iets te gemakkelijk. Het college doet volgens mij erg veel achter de schermen. En misschien zou het ook helpen als het college wat nadrukkelijker haar eigen positie daarin aangeeft. Maar dat mag wat mij betreft, ons betreft, ook in vertrouwelijkheid. Want ik snap best dat dat de onderhandelingspositie van de gemeente in het gedrang brengt. Voorzitter, en als laatste puntje toch nog eventjes die 150.000 euro voor wegen. Ik heb het vorige vergadering opgevat als een onderbouwing van 150.000 die nodig was, eenmalig. Maar als dat nu is dat we daarmee 150 stuk terug gaan uitgeven, dan hebben we misschien toch nog een ander punt. Maar dat wacht ik van het college af. Ik zie al wat scheuren. Ik dank u wel. De uitslag, dank u wel. Ik ga naar de heer Nijkamp, ChristenUnie. Mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor de bijdrage vanuit de andere fracties en de reactie van het college op deze bijdrage. Daar hebben we waardering voor. En we willen in het bijzonder waardering uitspreken naar de drie eenmansfracties aan de andere kant van ons. Maand na maand zitten ze daar toch als eenmansfractie, maar dank voor de bijdrage. En ik wil het bruggetje slaan naar elk der fracties afzonderlijk even. Omdat in elk van de bijdragen ook wel mooie aangrijpingspunten liggen. Richting gemeentebelangen vraagt ook naar de verantwoording met betrekking tot maatschappelijke bijdragen en doelen van de cultuurhuizen. En daar is ook wel op geantwoord met de jaarlijkse verantwoording, maar dat is wel een soort verantwoording achteraf. Voor zover wij het ons herinneren is er nog een toezegging dat er echt een strategisch synergieplan komt vanuit de cultuurhuizen. En in de trefkoelen zou in ieder geval de bibliotheek daar het voortouw opnemen of innemen. En wij vragen ons af, wanneer komt dat? In dat kader zou misschien in plaats van het corrigeren van de bezuinigingen vanaf 2010 ook nagedacht kunnen worden, of met name nagedacht kunnen worden, over projectsubsidies. CDA benoemt, evenals overigens andere, de N-wegen, vraagt aandacht voor het onderliggend wegennet. Dat lijkt ons ook terecht. Wij zouden alleen wel graag zien dat er niet alleen aandacht voor is, maar dat er ook gewoon een concreet plan komt. Het zijn drie N-wegen waar van alles gebeurt die effecten hebben op onderliggende wegen. En niet alleen op de ministers tegen de Kubbingensteeg. Maar wij zouden graag eens even wat breder geanalyseerd willen zien wat de effecten zijn. En wat we daar als gemeente voor maatregelen op zouden moeten nemen. De vraag is of we dat tegemoet kunnen zien. In relatie tot de N-wegen het volgende punt. Wij constateren dat er potentieel sprake is van blijvende wijkersobjecten. En dat klinkt wat cryptisch, maar er zijn inmiddels nieuwbouwtrajecten gestart of al uitgevoerd. En achteraf blijkt na de behandeling in de provinciale staten dat die objecten niet eens weg hoeven. Ik weet niet wat we daarvoor mening over moeten vormen. Er zitten meerdere kanten aan, in de zin van duurzaamheid. Maar er zit ook iets in van bebouwing van het platteland. Wij zouden graag daar eens het college vragen om daarover na te denken en ons thuis voor te dienen. We snappen dat het een provinciale taak is, maar tegelijkertijd is het wel het Dalfse grondgebied. PvdA vraagt ons inziens ook terecht aandacht voor het OV. Onderschrijven het belang daarbij, of daarvan. Maar herkennen ook tegelijkertijd de ingewikkeldheid van deze puzzel. En dat vraagt creativiteit, flexibiliteit en samenwerking. En soms ook wel een stukje nuchterheid. Niet alles is potentieel op dezelfde manier in de lucht te houden. En tegelijkertijd is er wel behoefte aan vervoer. De VVD vraagt naar de effecten van de decentralisaties. Daar zouden we graag bij willen aansluiten, met name de externe effecten. Van, kunnen we dat nog eens wat steviger onderzoeken? Zo van, want dat heeft ook te maken met in welke mate we en in welke wijze we de transformaties doorzetten. We vinden het positief dat er ook naar de interne effecten wordt gekeken, en met name op de onderwerp participatiewet. Speciaal punt daarbij is wat ons betreft hoe ervaren nou de oorspronkelijke interne buitendienstmedewerkers deze hele transitie. Het is toch echt dat lijkt ons echt een andere manier van werken. Je vraagt nog wel wat andere competenties ten opzichte van wat ze oorspronkelijk hebben moeten inbrengen. Dus hoe pakt dat uit?
D66 lokale democratie. Wij willen daar graag verder over sparren. Maar we zien ook nog wel een relatie met het onderwerp participatie. Dus misschien kunnen we het in dat kader ook oppakken. Dan met betrekking tot de beantwoording van de vragen die we gesteld hebben. Eerste twee punten gaat toch wel een beetje over de algemene beschouwingen. In de beantwoording wordt er gesuggereerd alsof wij een tegenstelling zien tussen zelfbewuste zichtbaarheid en dienend besturen. Dat hebben we niet zo geschreven, ook niet zo bedoeld. We hebben wel gezegd van als je die twee in een volgorde zou zetten, dan zou dienend besturen wat ons betreft vooraanstaan. Dat gaat om het externe effect. En zelfbewuste zichtbaarheid kan een middel daartoe zijn, maar nooit een doel. Rust en ruimte. Als thema naast de wendbaarheid. Ik weet niet precies hoe ik de beantwoording heb moeten duiden. Dat werd ook vervolgens niet meer in het schriftelijke stuk toegelicht. Maar rust en ruimte is recent uitbundig bezongen. Ik ga het niet zingen, maar ik ga wel de tekst voorlezen. Ik loop door het bos en ik kijk om me heen. Wat is het hier mooi? Zoveel rust, zo sereen. Nooit gedacht dat het zo eenvoudig kon zijn. Dalfsen, mijn liefste. Ja, dat is een goede tekst. Precies. Dus, maar wat wij maar weer willen zeggen, rust en ruimte is niet zomaar een thema van het verre verleden, want dat suggereert een beetje de reactie. Het is iets waar je heel concreet op kan sturen. Vraag het maar eens aan die duizenden toeristen die hier verblijven. Als je vraagt van wat is nou een kenmerk van Dalfsen, gemeente Dalfsen, rust en ruimte. Dat staat op nummer 1. Daarom hebben we het thema willen inbrengen. Overigens, de onderwerpen die we eraan verbonden hebben, die worden vervolgens door het college positief omarmd. Dus in die zin maken we ons daar ook niet zo ongerust over. Over nieuwkomers en statushouders is toegezegd dat er een plan van aanpak komt voor de integratie of de thuisvesting. Dat is ook wel een mooi woord wat de wethouder daarvoor gebruikt. En dat is ook nodig dat dat op die manier plaatsvindt. Breed ingezet, goed ingezet. Waarom? Omdat we extra volume hebben en we hebben te maken met concentratiewerkplekken. Dus het lijkt ons goed om dat goed in te zetten. Na de keuze van de locatie volgt de inrichting. En dat vraagt ook in ieder geval een andere treden op de participatieladder. Daar zit veel meer ruimte in om mee te denken voor de inwoners, de direct betrokkenen. Nieuw Leuzen, middengebied. De prijsvraag, nou, we zijn benieuwd hoe dat verder wordt uitgewerkt, maar prima dat het zo gebeurt. We zitten ons alleen af te vragen van, koerst het college nou op dit moment op de gecombineerde nieuwbouw? Iets wat natuurlijk in de behandeling destijds wel aan de orde is geweest. Maar er staat in de beantwoording, of dat heeft ook de wethouder gezegd, in december 2016, dat is over een half jaar, komt het eerste deel van de go-no-go. En dan vragen wij ons eigenlijk af van, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Want er zit zomaar het risico in dat we gaan opknippen. En u snapt waarom dat we dat vragen. Ten aanzien van de centrumvisie, die is niet in beton gegoten, zei de wethouder. En dat is maar goed ook, maar de procedure leek dat wel te zijn. Alhoewel, misschien valt het ook wel mee. We zijn blij dat in ieder geval in de communicatie gewerkt wordt volgens de lijnen van de nieuwe omgevingswet. Dus dat we dat gaan beproeven. Maar we zouden graag nog willen zien dat ook qua formuleringen die gehanteerd worden in die visie, dat we dat proberen op zijn minst ook te doen op een manier zoals dat straks in de omgevingsvisie terug zou moeten komen. Dat we gewoon eens even praktisch oefenen met dit onderwerp. Duurzaamheid kadernotities. We zouden graag op ambitieniveau wel wat scenario's willen. Dat is de wethouder nog niet toegezegd, maar misschien kan hij daar nog even op reageren. Ondersteuning die gebeten, wordt opgepakt, prima. Regiegemeente of regieorganisatie. Het zou kunnen zijn dat het een definitiekwestie aan het worden is, dus we gaan er maar niet te veel over zeggen. Maar we vragen ons wel af wat dan bedoeld is met, bij het voorstel voor het Shared Service Center, kernaandacht op regie. Want aan de ene kant wordt ontkend dat we naar een regieorganisatie gaan, en aan de andere kant is het juist een kernpunt. Dus ik denk dat het even wat uitleg behoeft. Dan ga ik richting een afronding. Financiën en sturing. BBV. Wij hechten er wel aan dat we over de programma's heen, of nee, ik moet anders zeggen, per programma over de jaren heen de zaak kunnen vergelijken.
En we zijn blij dat het college ook terughoudend is met het onttrekken van middelen uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Dat is goed. De vraag is of dat dan in deze notitie ook nog verwerkt had moeten zijn, maar ik denk dat dat ook niet meer mogelijk is geweest. We blijven wel enigszins verschillen met het college als het gaat over het meerjarenperspectief over investeringen, uitkeringen en exploitaties. En ik snap de wethouder goed dat hij vooral op feiten wil koersen. Maar ja, over de toekomst, dan gaat het nou één keer niet over alleen maar feiten. Dan gaat het ook over verwachtingen. Alleen die verwachtingen die je hebt, die zijn wel mede bepalend voor keuzes die je vandaag maakt. En daar willen we graag het college toch vragen om daar nog eens op een ander moment op terug te komen. Maar wat ons betreft, wij willen graag verantwoord keuzes maken en daar hoort dit onderwerp wel bij. Tot zover onze tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid, mag ik u uitnodigen? Ja, dank u wel. Allereerst ook mijn dank voor de beantwoording door het college van de gestelde vragen. Mooi dat we het afgelopen maanden vlot hebben kunnen doen en dat ook de reactie tijdig was. Dat we hier en daar niet helemaal tevreden zijn met de antwoorden doet daar echt niks aan af. Dank ook aan de heer Nijkamp voor zijn waardering. Even goed ook respect van mijn kant voor de wat grotere fracties. Je zult ze maar in de kruiwagen moeten houden. Dan even de antwoorden. OV, de liftpaal. Uiteraard begrijp ik dat de heer Van Leeuwen wilde aangeven dat de liftpaal als aanvulling op het openbaar vervoer is bedoeld. Maar wij vrezen dat hier een vervanging van het openbaar vervoer aan de orde zal zijn. Want we lezen ook 8 passagiers of meer gemiddeld. Dan lijkt het OV opeens een rekensommetje te worden en niets te maken te hebben met leefbaarheid van Kennen. En zo willen wij er niet naar kijken. En dan is onze veronderstelling dat u toch niet veel extra's gaat doen en min of meer de bal bij de provincie legt. Wat ons betreft is de gemeente verantwoordelijk voor het voorzieningenniveau in de Kennen. Niet voor niets doen we ook een onderzoek naar dat voorzieningenniveau immers. En als een andere overheid dan bezuinigt, dan kunnen wij ons daar niet achter verschuilen en hebben we op te treden. Ook het college. Mocht het CDA overigens gelijk hebben dat u dat allemaal al doet en dat het niet zo zichtbaar is voor ons, dus dat het achter de schermen gebeurt, dan zou het ons helpen in ieder geval als dat wat meer op de voorgrond treedt. Huisvesting van vergunninghouders. Dat onderwerp zal de komende tijd natuurlijk veel in de aandacht komen en nadrukkelijk op onze agenda staan. Duidelijk is dat communicatie hier erg belangrijk is en dan vooral de timing ervan. Overigens hebben we niet de indruk dat er in dat opzicht nou zoveel mis is gegaan in de afgelopen periode. Er wordt verdeeld op gereageerd op de aankondiging, uiteraard. Maar als de boodschap niet goed valt, dan is ook in één keer alles mis natuurlijk. Dus wij menen dat het college het tot nu toe, in onze ogen althans, goed gedaan heeft. Neem niet weg dat er ook de komende tijd aandacht moet zijn voor een zorgvuldige, goed getimede communicatie. Beschut werk, u gaf daar het antwoord op, ik bleef nog even met een restvraag daarop zitten. Klopt het dat we het goed gehoord hebben dat de WEZO dat na afloop van het contract nog een x-aantal jaren vervult en dus nu nog dat de verantwoordelijkheid, of liever gezegd de uitvoering, daar nu nog ligt? Ik zie u knikken, maar dat hoor ik straks vast nog. De bezuiniging over de gesubsidieerde instellingen. U gaf aan dat u geen reden toeziet om die bezuinigingen terug te draaien, want ook de gemeente heeft bezuinigd. En dus waarom deze instellingen niet? Meneer Uitslag zei er ook al iets over. Ik wijs u er even op dat anders dan deze instellingen de gemeente natuurlijk kan bijplussen op het moment dat er extra inspanning wordt gevraagd. Of als er tekorten ontstaan. Kijk maar naar deze voorjaarsnota of de afgelopen jaarrekening. Want ook nu in de voorjaarsnota wordt formatieuitbreiding voorgesteld vanwege extra taken. Dan is het even wat te kort door de bocht en te gemakkelijk om van anderen alleen maar te verwachten dat ze moeten gaan knijpen. Verwijzen dat opzicht ook naar de vraag van het CDA nummer 5, waarin ze vragen om de welzijnsorganisaties voldoende te faciliteren. Dus we gaan er eigenlijk een beetje vanuit dat u op uw woorden terug zult komen en wellicht een voorstel zult doen om die instellingen alsnog tegemoet te komen. En wat mij betreft kan dat ook zijn een toezegging dat u dat op een later moment nog eens met ons bespreekt. Maar als dat er niet is, dan zijn we zo nodig bereid om dat met een motie alsnog aan u voor te houden. Dan inrichting van woonstraten. We hebben daar al meerdere keren hier naar voren gebracht. Om bij het groot onderhoud aan woonstraten, het proces net even iets anders in te richten. En bewoners daar zelf invloed en het budget toe te kennen.
Dat verzoek gaan we nog een keer doen. En eventueel ben ik wel bereid om dat ook met een motie te ondersteunen. Ik ga er verder niet zoveel woorden aan wijden, want het onderwerp is genoegzaam bekend. Dan de integratie van vergunninghouders. Ook u wilt voorkomen dat vergunninghouders lang in de bijstand komen. Dat hebben we goed gehoord. En ook in het antwoord hebben we kunnen lezen dat u daarbij de Dalfse stichtingen nauw betrekt. Nou, prima, prima antwoord wat ons betreft. Landsteden en die mens, ik weet niet helemaal zeker wat het nou moet zijn. Die mens, oké. Lokale binding, dat blijft een beetje onduidelijk. Hoe gaat u dit regelen? Komt er een koepelorganisatie met een lokale vestiging of met een andere vorm van lokale verankering? Ik hoorde de ChristenUnie in dat kader ook wel vragen om bij de samenwerkingsverbanden die her en der ontstaan, het toch ook de Dalfse kleur te bewaken. Met een mooi blauw kaartje, meen ik, in het stuk. Dat is hier wat ons betreft ook aan de hand. Dus ik zou graag nog iets nader horen hoe u die lokale binding georganiseerd ziet. Nou, en buurtkamers hadden we als onderwerp even genoemd. U antwoordde dat er na de zomer aandacht aan besteed zou worden. En dat de buurtkamers van elkaar mogen verschillen. Helemaal mee eens. En ook prima wat ons betreft voor nu. Wij merken wel dat er in die buurtkamers ook wel wat behoefte is om daar wat samenhangend beleid op te formuleren. Dus ons voorstel zou zijn om dat na de zomer dan ook vooral even onder ogen te zien. Nou, de motie Bestuivers is al aangekondigd her en der. Je hebt soms moties die je niet nergens een keer voor elkaar krijgt en andere, zonder dat je ze ooit voorgelezen hebt, zijn al helemaal rond. Nou, ideaal. Huisvesting van de voedselbank. Gaat u hem indienen trouwens? Zeker. Gaat u dat dadelijk ook doen dan? Want het is wel fijn om ze in deze ronde moties in te dienen. Nu direct al? Ja, want de derde, na de schorsing, dan is de derde termijn eigenlijk bedoeld voor afsluiting. En als we de derde termijn nog een hele open termijn gaan maken, en dan komt er dus nog een vierde. Ik weet niet of je dat wilt. Die motie Bestuivers, die wil ik direct wel achteraan gooien. Ja. Maar er zijn er nog twee of drietal, die hangen een beetje af van het antwoord dat ik krijg. Oké, maar zullen we dan afspreken dat als het antwoord niet bevredigend is, dat dan dadelijk gewoon in één keer indient, zodat we dat gewoon allemaal kunnen afhandelen? Helemaal goed. En dan, want dan moet sowieso weer iedereen in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de moties. En de college moet weer in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de moties. Dan moet u weer op het college kunnen reageren. Dus, des te later u ze indient, des te langer gaat het duren. Alsjeblieft. De voedselbank. U hebt aangegeven dat er een bijdrage in de huurkosten is aangeboden. En ik heb even bij die voedselbank nagevraagd wat nou het probleem dan precies is. Want het aanbod is inderdaad gedaan. Maar daarbij zat de voorwaarde dat de speelgoedbank en de kledingbank en de voedselbank allemaal elkaars afnemers moeten accepteren. En voor de voedselbank is dat een onmogelijkheid, want zij werken in een groter samenwerkingsverband landelijk. En daar zitten eisen aan met inkomenstoetsen en dergelijke. En die gaan die speelgoedbanken, die kledingbank natuurlijk niet doen. Dus dat criterium van elkaars klanten accepteren, kunnen zij niet aan voldoen en vervolgens krijgen ze dus geen subsidie. Ik snap de gedachte erachter, maar het lijkt er hier een beetje op dat we een wat bureaucratische, goed bedoelde regel dat die hier echt dwars gaat zitten. Dus ik zou graag van u willen horen hoe u dat mogelijk denkt te kunnen oplossen. Beetje omvloerst, maar goed. Investering in de duurzaamheid. U gaf aan, na de conferentie praten we erover door hoe we dat gaan doen. Prima, daar helemaal mee eens. Maar dan moet er op een gegeven moment ook financiële ruimte komen. Mogen we het zo duiden dat u zegt van, als er na die conferentie die we nog gaan doen, voornemens komen die geld kosten, dan gaan we dat doen uit de reservering duurzaamheid. Als dat het antwoord is, dan kunnen wij daar prima mee leven. Servicepunten, ik hoor de burgemeester zeggen, nee, geen toezegging en dat het open blijft, dat was het antwoord. En dan geef ik een beetje op glad ijs, dat weet ik maar toch. Wij hebben het geduid als u ontkent het niet. En dan concluderen wij dat er op drie onderdelen in de kern en Lemelenveld in Nieuw-Leusen geknepen gaat worden. De consultatiebureaus, het openbaar vervoer en de servicepunten. Lokale voorzieningen en initiatieven vindt u heel belangrijk, is de stelling van het college steeds. U doet dat allemaal al, horen wij bij voortduring. Maar deze onderwerpen die bij uitstek lokaal zijn en ook de schaalvergroting bij demands, waar lokale dimensie wat lijkt te verdwijnen, het niet willen investeren in die burgerparticipatie met die woonstraten en niet willen investeren in lokale duurzaamheidsinitiatieven, dat zou niet allemaal passen bij datgene wat u dan zegt dat u lokaal zo belangrijk vindt. Nou, dan ondersteunen we nog de vragen van een aantal partijen die gesteld zijn met betrekking tot het winkelpand. Ook wij denken winkelbestand. Ook wij denken dat het winkelbestand de komende jaren moet krimpen. En dan is het verstandig om nog eens te kijken in het waterfront. Moet dat allemaal zo? De stimuleringsmaatregel die het CDA voorstelt voor de vrijkomende bebouwing binnen de
erkennen en ook de opmerkingen met betrekking tot de jeugdzorg, die willen we graag ondersteunen en onderstrepen. Net zoals gezegd, ik zal wat moties eventueel indienen, maar het hangt een beetje van het antwoord van de vraag af. Antwoord op de vraag af. De bijen kunt u echt niet laten liggen nu. Die moet u indienen. Want anders is het als gewoon. Als u mij even de gelegenheid biedt om hem te voorstellen. Ik ben nu al dagen bezig met die bijen en we hebben geen idee waarover. Nee, maar ik begrijp uw eagerness, zeg maar. Maar ja. Dan hoop ik dat. Ik ga hem voorlezen. Oh, helemaal goed. Ondergetekende, enzovoort, enzovoort, constaterende dat er een baanbrekend rapport van de Verenigde Naties is verschenen met de eerste wereldwijde inventarisatie van bestuivers. En vervolgens dat rapport veel bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers uitdreigen te sterven. De oorzaken divers zijn, zoals intensieve landbouw, bestrijdingsmiddelenzaak, ziekte, klimaatverandering. De gemeente Dalfsen zich wil profileren als groen dorp en meedoet aan de wedstrijd voor de meest groene kleine stad in Europa. Overwegende dat zonder bestuiving de duurzame productie van de meeste soorten groenten en fruit en andere gewassen in gevaar komt. Daarmee een groot deel van de voedselvoorziening en daarmee de levens van honderden miljoenen mensen in gevaar komt. Wij als gemeente een heel klein steentje bij kunnen dragen door op zoveel mogelijk geschikte plekken wilde bloemen te zaaien. Particulieren hierin ook kunnen participeren. Bijenhoudersverenigingen en Landschap Overijssel beide specifieke kennis en expertise hebben. Er binnen de gemeente Dalfsen verschillende plekken zijn met extensief onderhoud. Er op gebieden met extensief onderhoud slechts één keer per jaar gemaaid wordt, wilde bloemen bijdragen aan een groene uitstraling van de gemeente. Verzoekt het college in samenwerking met de lokale bijenhoudersverenigingen, zoals de Natuurboerderij en Landschap Overijssel nog dit seizoen een aantal plekken, bijvoorbeeld bermen in de kern, bouwgronden, etc., die nu extensief door de gemeente onderhouden worden, in te zaaien met bloemenmengsels. 2. Daarnaast zo mogelijk samen met bovengenoemde partijen inwoners van de gemeente Dalfsen voor te leggen over nut en noodzaak van deze acties. En 3. Voor de begroting in november 2016 een evaluatie van deze acties te delen met de Raad en aan te geven of een uitbreiding van deze acties voor het seizoen 2017 mogelijk is en welke eventuele budgettaire consequenties dit heeft. En de indieners zijn de heer Uitslag van CDA, de heer Rooijakkers van D66 en, het zal u niet verbazen, de heer Wildfank van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Tot zover uw inbreng. En dan geef ik het woord, als dat mag, aan D66, de heer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik werd natuurlijk helemaal verlegen van het welgemeende compliment van de heer Nijkamp. En ik dacht in eerste instantie, het zal wel een heel belangrijk deel aan de heer Wildfank toevallen, want die doet het al jaren en die doet het al jaren heel goed. En ik ben pas gekomen en ik probeer het goed. En ik heb een beetje zitten worstelen wat ik in die tweede termijn aan moet. Want in de eerste termijn, daar hebben we over na kunnen denken, hebben we een verhaal gemaakt, het moest precies 8 minuten zijn. Dus daar moet je heel erg goed over nadenken, prioriteiten stellen, schrappen, nog een keer doen. Dus dat hebben we geprobeerd. En nu de tweede termijn. Ja, het heeft weinig zin om allerlei dingen dan weer te herhalen. Heel veel partijen hebben heel veel goede dingen genoemd, dus die sluiten maar over. Dus u moet er mij niet kwalijk nemen dat ik, één of twee goede noem ik wel natuurlijk van mijn vrienden van de ChristenUnie. Maar maar in het algemeen het gaat te lang duren om alle goede dingen te herhalen. Dus het wordt een beetje restpunten en het wordt een beetje proberen prikkelpunten en verbeterpunten. Ik hoop niet dat u dat kwalijk neemt. Ik had in de eerste termijn over communicatie of gemeentebelangen wat gezegd. Er waren nogal grote woorden over herstel van vertrouwen. Daar had ik een tekst voor gemaakt, maar bij nader inzien doe ik dat niet, want ik vind dat de huidige reactie van vandaag van gemeentebelangen zeer goed afgewogen is en recht doet aan de hele problematiek. Met complimenten daarvoor. En ik denk dat we daarmee ook weer de goede kant op zijn. Niet alleen ben ik ook in afwachting van een communicatienota, maar ook zeg maar, een idee over welke bemensing je daarbij hebt. Want het is niet alleen een nota, maar het zijn uiteindelijk de mensen die het moeten doen. En hoe modern gaan we het aanpakken met social media en allerlei andere zaken. Denk ik toch een punt waar de gemeente goed over na moet denken. Want ook als je kijkt naar de communicatie rondom nieuwkomers en vergunninghouders, dan zie je toch dat burgers momenteel toch andere eisen stellen en op een andere manier snel geïnformeerd willen worden dan dat 10, 20 jaar geleden ging. Toen kregen ze een brief en dan was na een week werd er misschien een keer een brief teruggestuurd en hadden ze dingen meer. Maar nu gaat het allemaal instant.
Dat over communicatie. Ik was ook blij met de vraag die het CDA heeft gesteld in eerste termijn over de asbestdaken. En ook wat in de tweede termijn aan de orde is geweest. Want het is wel degelijk een enorm probleem. Niet alleen in Dalfsen, maar ook landelijk. Het is een hele grote zaak. De vraag is zelfs of dat landelijk voldoende capaciteit is om dat allemaal tijdelijk te doen. Het kost een hele smak geld. En het is natuurlijk in eerste instantie een probleem voor de eigenaar. Die moet het eigenlijk gewoon oplossen. Maar we hebben ook als maatschappij er belang bij. En de vraag is, wat doet de provincie? Wat kan, mag en gaat de gemeente doen? Wat gebeurt er met die pilot? En ik ben het met het CDA eens dat er ook kansen zijn. Dus ik zou me graag aan willen sluiten bij het verzoek van het CDA en dit graag uitgewerkt zien in een notitie van het college voor de raad ook. Zodat wij weten wat de plannen zijn voor de komende jaren. Want het is niet een klein projectje, dat zal meerdere jaren gaan duren. En het is wel goed om daar een degelijk rapport over te maken. Dan in eerste termijn heb ik vragen gesteld over het aantal voltijdfuncties. En ik ben blij met de toezegging die ik genoteerd heb. Dat we een schriftelijke uitleg krijgen van het college wat de invulling is van de extra 16 voltijdfuncties die er de laatste twee jaar zijn bijgekomen. Wat doen die mensen? Dan heb ik de ChristenUnie al aangekondigd dat ik ook erg eens ben met het verzoek van de ChristenUnie om een financieel meerjarenperspectief te laten opstellen door het college. En in eerste termijn vond ik de uitspraken die ik heb gehoord van het college, ik heb geen kristallen bol of een glazen bol, ik weet niet precies meer hoe kristal die bol was. En we gaan niet speculeren, dat soort uitspraken vind ik gewoon niet acceptabel. Bij alle grote projecten, zoals ook het WOC, is onzekerheid. Het afgeven van bedragen van plus of min 20% of 30% is in de vroege fase zeer gebruikelijk voor de financiële planning in de buitenwereld. Als ik even buiten de gemeente kijk. En gaandeweg het project tot en met de aanbesteding worden die bedragen steeds preciezer. Zo zit de normale projectplanning ook in elkaar. Dat je gaandeweg gedwongen wordt als projectleider om steeds preciezere bedragen af te geven. En ik denk dat we de zaak niet moeten omdraaien en dan wachten tot er zekerheid is voor we bedragen krijgen. Want dan hebben we er niks meer aan. Want dan zitten we al in een weg waarin we niet meer terug kunnen. En hetzelfde geldt ook voor scenario's. Die maak je ook omdat je niet zeker weet wat er gaat gebeuren. En die zien we ook graag in het kader van de financiële meerjarenplanning. Ik denk dat het de ChristenUnie daar wel mee eens is. Dan in eerste termijn heb ik gezegd dat ik me zorgen maak over de wens om een waterfront winkels te hebben. En zeker toen ik in de beantwoording van het college zag de wens om een trekker te hebben in het waterfront, werd ik nog ongeruster. Want we gaan toch niet een Aldi of een actionachtige zaak met lelijk neonlicht en dichtgeplakte ramen daar maken. Want dat zijn de trekkers. En als er winkels moeten komen, zou ik dan zeggen dat wat mij betreft goede speciaalzaken die ook publiek kunnen trekken. En die een goede uitstraling hebben. Verder nogmaals mijn beroep om zuinig te zijn met de uitgifte van kabels voor woningbouw. Er zijn naar mijn mening al veel te veel mooie stukken van Dalfsen in bouwgrond veranderd. Ook met betrekking tot industriegrond zal de provincie steeds moeilijker toestemming geven, schat ik. Dus ik zou zeggen, probeer goede bedrijven te krijgen die bijdrage leveren aan de gemeentelijke ontwikkeling. Ik steun de oproep van het CDA om de miljoen euro per jaar voor strategische grond aankopen, om daar voorzichtig mee om te gaan. Ik vond het een verrassing om het te lezen in de voorjaarsnota. En mijn vraag is, ik ken die constructie ook wel uit bedrijven, kan de college niet in voorkomende gevallen een overeenkomst maken onder voorbehoud van goedkeuring? Dat lijkt mij ook wel. Want om 1 miljoen per jaar voor de komende jaren daarvoor te bestemmen, terwijl we hebben gezegd dat we eigenlijk al genoeg bouwgrond hebben, dat is misschien, gaat misschien te ver. Dan het CDA en de Partij van de Arbeid die het over de subsidies aan de kleine organisaties hebben gehad. Ik heb dat nog eens bestudeerd hoe dat zat, want het was voor mijn tijd in de raad. En ik heb gezien dat daar keihard de kaasschaafmethode is toegepast. Gewoon ongeacht waar het over gaat, allemaal dezelfde percentage bezuiniging. Nou, dat is natuurlijk de domste methode die je kunt doen. Maar het is wel hartstikke gemakkelijk, want je hoeft niet na te denken. Je doet gewoon iedereen hetzelfde. Dus ja, dan hoef je ook geen prioriteiten te stellen. En je geeft ook het signaal af dat je er gemakkelijk van afmaakt, denk ik. Dus ik zeg niet dat het terug moet worden gedraaid, maar ik vind de manier waarop het is gebeurd, denk ik van ja, geen keuzes maken.
Ik zou toch wel willen pleiten om nog eens een keer te heroverwegen. Ik weet ook niet welke signalen er uit al die clubs komen. Ik wacht af hoe het college erop reageert. Dan sluit ik nog af met een heel belangrijk punt, dat is de liftpaal. Ik bedoel dat natuurlijk een beetje cynisch, maar ik hoor niet lachen. Want er zijn partijen die noemen dat een blamage. Nou, ik zou dat niet zozeer een blamage willen noemen. Op de eerste plaats kan de overheid niet altijd overal voor zorgen. Of niet overal meer voor zorgen. Dat kan niet. En je wilt ook geen lege bus hebben rondrijden. En ja, ik denk een beetje creatief, kun je niet het als een soort gestructureerde noordbouwdienst beschouwen. Laat plaatsgenoten meerijden als je toch gaat. En weet nu wederzijds waar je daarvoor moet zijn. Ja, dat is wel handig. Ik heb vroeger ook erg veel gelift. Ik vond dat prima. Je wist vroeger ook waar je moest staan als je een lift wilde hebben. En liften is dat allemaal niet meer in de mode, omdat iedereen die gratis openbaar vervoerkaart heeft. Maar dat werkt nog prima, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd naar het vervolg. En nou, zoals gezegd, de tweede termijn vond ik een beetje lastig om uit te werken. Maar ik heb er het beste van gemaakt. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ook voor de tweede termijn overigens stond een tijdsspanne van 5 minuten. Waar tot nu toe niemand zich aan gehouden heeft. Ik geef het woord aan de heer Schuring, VVD. Mogelijkerwijze bent u vanavond de enige. Sorry. Dank voor de bijdragers allemaal. Bedankt voor de complete beantwoording, college. Ik heb alle vragen die we gesteld hadden beantwoord gevonden. Ik was het uiteraard niet met alle beantwoording volledig eens. Ik ga niet alle punten weer herhalen, maar er zijn er een aantal die ik specifiek nog wil benoemen en benadrukken. En er eentje, dat is toch mijn eerste punt, die elk jaar wel weer voorbij komt. Want wat ik al zei, ook dit jaar stond het hoofdstuk met de titel Waar willen we als gemeente Dalfsen naartoe in de voorjaarsnota. En ik voel me bijna een beetje een zeur, maar ik ga er toch nog een keer op in. Want ik heb het gevoel dat ik niet begrepen word of dat we het misschien wel over hetzelfde hebben dat we er niet bij komen. Het antwoord dat leek opnieuw voornamelijk ontwijkend. Sturen op demografische samenstelling is iets wat we niet op lijken te willen sturen. Of we denken dat we er niet op kunnen sturen. Wel gaf u aan dat de missie en de visie bij Uitstek Dalfsen uiteraard nog geldt. En als je die erbij pakt, dan staat er een centrale missie in benoemd. Het ontwikkelen van de vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene signatuur. Er staat ook duidelijk geformuleerd, jeugd en jongeren vormen een belangrijke aandachtsgroep. Zij vormen immers het fundament van de toekomst van de gemeente Dalfsen. Maar ook staat duidelijk genoemd hoe we hier op willen sturen en hoe we daar willen gaan komen. Activiteiten worden gericht ontwikkeld in samenspraak met de jongere inwoners, passend bij het karakter van de gemeente. In uw antwoord afgelopen maandag formuleerde u zelf dat we uiteraard projecten inrichten om aantrekkelijk te zijn voor de jongeren. Denk aan het WOC Campus. Dus ook daarin denk ik dat we elkaar eigenlijk wel vinden. Nu terug naar de voorjaarsnota. Als er dan een starthoofdstuk in staat waar we als Dalfsen heen willen gaan, waarom dan niet gewoon dit te benoemen? Het plaatst de projecten dan in een perspectief ten opzichte van de missie en de visie. Nu lijkt het een beetje loshangend zand. En misschien is dat wel een beetje waar ik tegenaan loop, al lezend. Ik word niet meegenomen in dat traject en juist die missievisie is de basis. Ik ben er ook over na gaan denken waar het dan eigenlijk mogelijk vandaan gaat komen. En misschien sla ik de plank wel mis, maar ik ga hem wel benoemen. Mochten we het niet willen verwoorden, dat we kiezen voor iets actiefs tegen de vergrijzing te willen doen in onze gemeente, omdat we daarmee het gevoel hebben uit te spreken dat de jongeren, of dat we de ouderen minder welkom zouden zijn, dat ik dat direct ontkrachten. Het kan prima samengaan, goede voorzieningen voor de ouderen, maar daar door jongeren meer te laten blijven en zelfs aan te trekken, zullen we het percentage jongeren ten opzichte van ouderen ten opzichte van de prognoses vergroten en dus iets aan de vergrijzing doen. Daar laat ik het even bij dit onderwerp. Communicatie is het tweede onderwerp. En hij is vanavond al een paar keer voorbij gekomen.
Ik ga het niet herschrijven. Ik lees hem even snel voor zoals we hem geschreven hebben. Want een belangrijk punt. Heel belangrijk. We hebben het al eerder aangegeven. Want sturen op geld is moeilijker geworden. Omdat we met z'n allen moeten bezuinigen aan alle kanten. Sturen op beleid is moeilijker. We zitten in een termijn of in een tijd dat we met minder regels toe willen en moeten en gaan. Communicatie is eigenlijk de enige schakel die dan overblijft. En wel de belangrijkste schakel. Belangrijk en ook ingewikkeld. Daar zijn we ook met regelmaat tegenaan gelopen, met z'n allen. Noodzakelijk als je draagkracht wil creëren en beheren. Toch blijkt dit vaak eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hierin zullen continu lessen te leren zijn. VVD is benieuwd wat de lessen zijn naar aanleiding van de huidige vergunninghouderssituatie. Waren de keuzes om bijvoorbeeld een beperkte groep uit te nodigen achteraf gezien een verstandige keuze? Was de termijn die ertussen zat achteraf gezien handig? Op dat moment leek het zo, is het dat ook gebleken? En wat kunnen we daarmee doen? Inzoomend op dat onderwerp, kijken naar het gebruiken van de participatieladder. Waar stonden we in dit traject? De bedoeling is dat er draagkracht is, zeker voor de integratie van de vergunninghouders. We willen graag dat Dalfsen participeert. Met de huidige communicatie lijkt het erop dat de Dalfsenaren zich laat of niet geïnformeerd voelen. En dus ook niet betrokken zijn. Het is niet de bedoeling geweest, maar het lijkt een resultaat ervan te zijn. Is hier een les uit te lezen? En is die participatieladder in dit geval ook erbij genomen? Asbest. Het zijn ook wel rare onderwerpen die ik zo achter elkaar noem, besef ik me nou eigenlijk. De volgorde, excuses daarvoor. Daar zouden we toch inderdaad graag de voortgang bij willen kunnen gaan houden en op de hoogte gehouden worden. Het zou voor de Dalfsenaren, of voor sommige Dalfsenaren, wel echt een issue kunnen gaan worden. En die jaren komen snel dichterbij. We steunen dan ook een verzoek om dit te verwerken in een notitie. In het algemeen, op het financiële vlak, kregen we het idee dat er alleen begroot wordt indien er harde feiten liggen. En volgens ons is begroten op inschattingen zeker mogelijk. Gedurende de tijd kan de inschatting scherper en nauwkeuriger worden. Ik geloof dat het dan in begrotingsland een bijgestelde voorkast heet. Daarbij is een verzoek voor een financiële meerjarenperspectief door ons zeker onderstreept. Laten we wel zuinig zijn op die sterke financiële status waar we als Dalfsen nu van genieten. En dat we daar ook in de toekomst van kunnen blijven genieten. Dank u vriendelijk. Meneer Rooijakkers, in tweede instantie. Ja, ik heb een beetje wat meer grijzere haren dan mijn buurman. En ik vraag me af wat nou het probleem is van een beetje vergrijzing. En kapitaalkrachtige consumenten enzovoorts in het algemeen. CER-onderzoek, volgens mij, CER Overijssel, doet blijken dat het heel moeilijk is om te sturen op je bevolking. En dat je, ja, als je zorgt dat de voorzieningen in orde zijn en dat je huisvesting kunt aanbieden, dat je eigenlijk niet meer kunt doen. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe je nou, zeg maar, jongeren hier kunt houden die willen gaan studeren, elders, enzovoort, enzovoort. U beantwoordt voor een deel de vraag, denk ik. Maar dat wil ik daar ook nog wel een keer doen. Maar meneer Schuring, misschien wilt u ook in tweede instantie de heer Rooijakkers een beetje helpen. Want welke demografische doelstellingen heeft u het dan over? En als u ze zou hebben, hoe ga je dat dan doen? Ga je dan bejaardenhuizen bouwen in de hoop dat er meer of minder grijze golf komt? Dat is een beetje de vraag die de heer Rooijakkers stelt, denk ik. De lijn waar de opmerkingen vandaan komen is dat we een demografische ontwikkeling hebben. We krijgen primocijfers van wat er gaat gebeuren. Autonoom, als we niks doen. En daar hangen we aan vast. En wat gaan we doen? We gaan vervolgens een invulling geven wat we dan moeten faciliteren. In plaats van andersom denken en zeggen, wat willen we nu eigenlijk graag? Nou, en dan zie ik in de visie en de missie, zie ik wel degelijk staan dat de jongere garde de toekomst biedt. Maar dat vind ik verder niet terug. Oké, helder. Oh, u drukt mezelf weg. Ik ben er weer. Dames en heren, ik stel voor dat we even schorsen. Dat is denk ik goed voor het college om de beantwoording met elkaar af te stemmen. Dat kan wat mij betreft echt 10 minuten. Dus ik kijk naar mijn klok, wat mij betreft 9:10. Dus dan heb ik 12,5 minuut. 9:10 zie ik u graag terug. Is dat goed? Ik schors de vergadering tot 9:10. Bij de sluiting mag ik al die mensen die zo hard aan het tot stand komen van deze voorjaarsnota hebben gewerkt. Want u heeft niet alle versies gezien, laat ik het zo zeggen. Er waren er nog een paar voor. Mag ik die mensen heel erg bedanken.
En mag ik u bedanken voor de wijze waarop u het debat gevoerd heeft. U heeft het met veel waardering ook gedaan voor ieders inbreng. En daarmee, met dat gevoel van dankbaarheid, sluit ik de vergadering. Dank u wel.